Nog 8 dagen en dan barst het feest weer los in Nijmegen. 7 dagen feesten en 4 dagen wandelen. Ook op zondag 14 juli. Dan extra speciaal vanwege de traditionele vuurwerkshow. Maar wat nou als Nederland de EK-finale haalt en iedereen die avond voetbal wil kijken? Het was een van de onderwerpen tijdens de jaarlijkse persconferentie. Vierdaagse feestendirecteur Joris Bouwmeister houdt van voetbal, maar houdt zijn hart vast voor een Nederlandse finale plaats. Ja, spannend. De zondag van de Waal en Vlammen hebben we ook een EK-finale. We weten uiteraard nog niet of Nederland in die finale staat. Dus dat is echt nog wel even afwachten. Maar we hebben natuurlijk wel wat scenario's klaar liggen. En dat zou in theorie kunnen betekenen, als Nederland de finale haalt, dat we toch in programmering in de stad moeten gaan kijken naar schermen in de stad. Nou, ruimte geven voor de voetbalbeleving. En dat kan natuurlijk niet op één plek. Dat zal dan ook echt op allerlei plekken moeten. Om ook te zorgen dat het op die ene plek niet te druk wordt. En dan hebben we het vuurwerk. En het vuurwerk, daar zullen we een beetje mee moeten gaan schuiven in die avond. Als Nederland de finale haalt. En nou ook nog verlenging is en penalties. Dus het is voor ons best even schakelen en flink voorbereiden. Maar ook nog wel vooral even afwachten wat Nederland gaat doen. Dan een andere vraag. Zijn er nog wel schermen verkrijgbaar? Ja, zover ik weet wel. De schermen worden natuurlijk neergezet door de organisatoren in de stad en de horeca. Maar ik heb geen signalen gehad dat op dit moment een probleem is. Ja. Nou, laten we hopen dat het beide succesvol gaat worden die avond. Ja, als Nederland in de finale haalt, is dat natuurlijk alleen maar mooi voor Nederland. Dus in die zin juich ik ze toe. Organisatorisch gezien wel een uitdaging, dus misschien over 4 jaar, zeg ik dan even heel voorzichtig. Maar als het zo is, dan gaan we er natuurlijk ook iets moois van maken. Op de persconferentie werden als gebruikelijk weer allerlei feitjes en cijfers gedeeld, waaronder enkele nieuwe regelgeving. Toch waakt burgemeester Bruls er wel voor dat er niet wordt doorgeslagen in de regeltjes. Waar mogelijk laat men de teugels vieren, zoals dit jaar bijvoorbeeld in de afsluiting van het centrum. Dit jaar wordt de binnenstad niet om 12 uur, maar pas om 2 uur 's nachts afgesloten voor verkeer. Wat we dit jaar anders gaan doen, is dat de sluitingstijden van het centrum voor het verkeer, met name het gemotoriseerd verkeer, die gaan we van 12 naar 2 uur brengen. Dus daar gaan we wat vrijer mee om, omdat het naar mijn smaak wel te veel een beperking begon te geven. En kijk eens, de Vierdaagse is wel de belangrijkste wat gebeurde in die week, maar er wonen, leven en werken ook nog mensen in en rond het centrum die ook voort moeten gaan. Dus daar moet je ook rekening mee houden. De trend is eigenlijk, laten we maar op zeker spelen en steeds meer regels toepassen, maar ook nieuwe gaan bedenken. Nou, daar moeten we ook een keer van zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Het is al meer dan 100 jaar goed gegaan, ondanks dat de Vierdaagse populairder is dan ooit. Die regels zijn nodig voor onze veiligheid en daar sta ik ook voor. Maar we moeten altijd scherp blijven tot dat niet te ver doorslaat. Ook zal het Radboud UMC dit jaar weer een onderzoek uitvoeren tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar richten zij zich op scheeflopende mensen. Want dat zijn er nogal wat. En vaak hebben zij dat zelf niet eens in de gaten. Het onderzoek van dit jaar moet meer antwoorden gaan bieden. Wat mij zelf heel erg verbaast is enerzijds waarom lopen ze scheef en hoe kan het dat ze dat zelf niet in de gaten hebben. Dus, en u ziet duidelijk een verschil bij de eerste dag en de laatste dag. Nou, het lijkt erop gewoon, zeg maar, uit de observaties die ik door de jaren heen gedaan heb, dat je het vooral ziet na een paar dagen. Dus de derde dag zie je het veel, de vrijdag zie je het veel. Dus het lijkt iets, zeg maar, wat gedurende de Vierdaagse toeneemt. En je ziet het meer met warm weer. Dus of het dan iets met vermoeidheid te maken heeft of uitdroging, we weten eigenlijk helemaal niet waar het vandaan komt. Ja. En een simpele verklaring voor een boerenverstand als de mijne, ze hebben gewoon spierpijn? Ja, als ze gewoon spierpijn zouden hebben, hè, dan zouden ze ook weten dat ze scheef lopen. Je hebt wel eens mensen die hebben bijvoorbeeld ergens last, bijvoorbeeld van een heup of in de rug. En die gaan dan zo'n beetje lopen om dat te ontlasten. Maar die mensen weten heel goed dat ze scheef lopen. Maar deze groep mensen, die heeft het zelf echt niet door. En dat is heel bijzonder. Ja. Dat belooft dus weer één grote happening te worden. Toch hinten de burgemeester ook alvast op volgend jaar. Dan is het namelijk de 100ste keer dat Nijmegen de thuisbasis is van de Vierdaagse. Er wordt al voorzichtig nagedacht over extra festiviteiten.
Ja, dan nog even terug naar de Vierdaagse, want tijdens de vuurwerkshow op zondagavond zal Fietsbrug de Snelbinder niet meer worden afgesloten. Je kunt dit jaar dus voor het eerst de Waal in vlammen bekijken vanaf deze brug, die toch wel een eerste klas uitzicht biedt. Het is alleen nog even de vraag of het tijdstip van de show misschien wat aangepast wordt vanwege de EK-finale. Verder nog goed nieuws voor wandelaars die bij terugkomst op de wedren geen zin hebben in een gezellig praatje met een medewerker. Er komen dit jaar namelijk scan-and-go-stations. Hier kun je jezelf vliegensvlug uitscannen en direct weer vertrekken. Eigenlijk een soort zelfscan-kassa, maar dan voor vierdaagse lopers. De nieuwe aanpak rondom startbewijzen die het mogelijk maakt om startbewijzen over te dragen aan een ander, valt in de smaak. Er is inmiddels al ruim 2300 keer gebruik van gemaakt. Het was voor veel wandelaars altijd een grote ergernis. Kon je bijvoorbeeld vanwege een blessure niet meelopen, dan was je je inschrijfgeld kwijt. Overdragen aan een andere wandelaar was organisatorisch en reglementair niet mogelijk. Zo klonk het altijd vanuit de organisatie. Dit jaar voor het eerst dus wel. Tot slot nog een paar kleine feitjes over de Vierdaagse. De organisatie merkt dat steeds meer deelnemers met de fiets naar de wedren komen. Daarom is het aantal fietsrekken dit jaar zelfs opgeschaald van 12.000 naar 18.000 stuks. En van alle deelnemers zijn er dit jaar 17.000 debutanten. De oudste deelnemer is 91 jaar en komt uit Bergen-op-Zoom. De jongste deelnemers zijn dit jaar er twee, Eva en Hielke. Ze zijn uiteraard 11 jaar. En de recordhouder is nog steeds Willy Heij uit Wiegen. Hij loopt de Vierdaagse voor de 64ste keer mee.